Districtscommissaris Ricardo Bola van Paramaribo Noordoost wil aan het eind van zijn termijn zeker 10 toilettengroepen geplaatst hebben binnen zijn bestuursgebied. De nieuwsdienst sprak hem vandaag bij de overdracht van de vijfde toilettengroep aan de Drambrandensgracht naast de Haitiaanse markt. De burgervader stelt dat er bij het geheel ook gedacht is aan een ruimte voor de marktmeester. Het mooie van dit project is dat het een landelijk karakter heeft. We hebben gezien dat andere districten dit fantastisch plan, dat een ook aangestuurd is geworden door de regering, dat ook zij het hebben opgepakt. We hebben nu ook toiletten bijvoorbeeld in Saramaka, Koroni, Nikeri, Kommewijnen, Wanika enzovoorts. Dus in feite is dit alles ook heel belangrijk als je het in een groter perspectief plaatst, dat wij kunnen zeggen als Suriname, bezoekers, lokale bezoekers, internationale bezoekers, u kunt in ieder geval ergens terecht. En daarmee willen we een halt toeroepen aan het wildplassen en puntje puntje. Bola zegt verder dat het toilet handig is voor toeristen. Een berghok waar afval kan worden geborgen totdat het kan worden opgehaald, is ook onderdeel van de bouwwerken. We hebben hier een heel complex geopend in feite. U heeft één ding opgenoemd. En dat is één ding uit het geheel. We hebben één openbare toilet, zoals u ziet achter mij. We hebben ook een pisbak, apart, separaat, ook mooi gemaakt. We hebben ook een kantoor voor de marktmeester in elkaar getimmerd. En we hebben ook nog een berghok gemaakt, waarbij wij onze vuilnistonnen netjes kunnen opbergen. Want voorheen bleven ze op straat en dan kwamen mensen uit de buurt en ze dumpten allerlei troep daarin. En dan kregen de mensen hier van de markt, de Haitiaanse venters, verkoopsters, die kregen ten onrechte de schuld. En ik heb gezegd, nou, ik ga dit heel ding in orde maken. De burgervader wijst erop dat beheer en onderhoud van de toilettengroep in handen ligt van het commissariaat. Hij verduidelijkt dat onderhoud belangrijk is, zodat alles er na jaren nog keurig bij staat.